De samenwerking tussen de Surinaamse en de Nederlandse politiebond moet worden geïntensiveerd. Dat was vandaag de rode draad tijdens de persconferentie die de Surinaamse politiebond belegde over het werkbezoek van een afvaardiging van de Nederlandse politiebond in Suriname. De Surinaamse politiebond was het afgelopen jaar op uitnodiging van haar counterpart op werkbezoek in Nederland. En daar was er afgesproken dat er een samenwerking zou worden aangegaan. Volgens bondsvoorzitter Milando Atompai hebben de twee bonden een historische band met elkaar. Een samenwerking die vanaf 2003 bestaat, maar eentje die is gaan verwateren. De samenwerking, hoe gaan we dat doen? Wij hebben natuurlijk afgesproken, we zijn nu zwaar bezig om een stichting op te richten. En je moet het zo zien, in die stichting gaan we een hoofdbestuur hebben, daarin zullen we zitting hebben. Beide vakbonden en ook vertegenwoordigers van beide overheden. En naast het hoofdbestuur willen wij een uitvoerend orgaan hebben en een toezichthoudend orgaan. En dan zullen wij de projecten uitschrijven en kijken waar we gaan starten. Maar alvorens te starten met de projecten, zijn wij als vakbonden ook overeengekomen dat we eerst een veiligheidsanalyse gaan maken. Een veiligheidsanalyse te gaan maken om te kijken wat heeft Suriname nodig, waar staat Suriname als land wat veiligheid betreft en waar wil Suriname gaan. Even een correctie, de samenwerking is gaan verwateren vanaf 2003. Volgens Jan Struijs, voorzitter van der Nederlandse Politiebond, is het voor Suriname, gezien de ontwikkelingen, nu of nooit. En dat is de boodschap die wordt meegenomen naar het Nederlands kabinet. De Nederlandse bondsvoorzitter is van mening dat de samenwerking verder moet worden geïntensiveerd. En dat de politiebonden daar het voortouw in nemen, is een uitstekend idee. En dat gaan we ook doen. Mijn intensieve werkbezoek aan Suriname, de laatste week, ik ben hier een hele week geweest, heb ik hele indringende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de rechtsstaat van Suriname. Denk aan politiemensen, uiteraard de politievakbondleden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, ministers en ik heb enkele gesprekken met de president mogen voeren. Dit levert dat indringende beeld op. Het is nu of nooit. Mijn conclusie is dat er onrust is in Suriname en de Surinaamse samenleving. Die staat sterk onder druk. De komende 2 jaar is voor de verdere ontwikkeling voor Suriname cruciaal. Het democratiseringsproces, wat door president Santokki is opgestart, verdient ook die maximale ondersteuning van Nederland. De afspraken die met Nederland zijn gemaakt voor de onafhankelijkheid moeten volgens Struijs toch nog worden nagekomen. Dat advies zal hij dan ook geven aan het kabinet van minister-president Mark Rutte, aldus de bondsvoorzitter van de Nederlandse Politiebond.